god, ja, god. Het is toch wel dat eraf gedaan is. Kom maar al binnen. Oh, god. Ik en ik. Oh, god, dat is al goed. Wat verdomme. Hé, hela, Dolly, hè, Dolly. Ja, ik zit hier. Ja? Ja, ik zit hier. Oh, ja, verschiet er nogal, hè. Daarom heb ik het voor het zeggen, ze, hè. En stek die flosje naar broek. Ze biedt gewoon de mieren ermee. Hé, hey, op een gemak. Recht staan, alstublieft. Ja. U mag gaan zitten, mevrouw. Dank u wel, meneer de voorzitter. Zit. Goed. Ja. Dit is de echtscheidingsprocedure van meneer en mevrouw Van Achterbroek. Ja, meneer de voorzitter. Dus jij bent Van Achterbroek? Ja, dan zit ik. Heda, ik wil aangesproken worden met meneer de voorzitter. Verstaat u dat? Meneer de voorzitter. Ja? Ja, meneer de voorzitter. Een beetje beleefd, hè, manneke? Goed. Dus. Goed. In het dossier staat hier vermeld dat meneer Van Achterbroek verklaart slagen en verwondingen te hebben opgelopen vanwege zijn vrouw. Ja, meneer de voorzitter. Ze heeft me geslagen dat ik niet meer recht kon. Daar zit, madame. Daar zit, ja, hey, dan. Heb ik iets gevraagd? Zitten en blijven zitten, ja? Dat is eigenlijk wel een vreemde naam, hè? Van Achterbroek. Och, meneer de voorzitter, het is een belachelijke naam. Daaraan hoorde toch direct uit wat een stomme familie dat hier komt. Hela. Dan heet ik nog liever Van Achterbroek dan Van Pruimendonk, hoor, dit is wat een groot bakker, zeg je neer. Meneer Van Achterbroek, heb ik een vraag gesteld? Er wordt alleen maar geantwoord als ik iets vraag en het dan verstaan. Dus, meneer Van Onderbroek, Van Achterbroek. Slagen en verwondingen, is dat waar? Ah, sorry, daar is het. Madame. Ja. Voilà. Ja, meneer de voorzitter, dat is waar. Ik heb hem geslagen en ik heb er geen spaat van. En als ze wist, denk dan op godverdomme. Oh, rustig. Ja, rustig, madame. Rustig, mevrouw. Rustig. Zet u neer, alstublieft. Wat denkt u wel? Allee, rustig. Wat? Oh, hoe zo'n manneke. Zie daar eens, zeg. Doe de broek toe. Godverdekken. Dus. Zit. Heb je agressief gedrag? Gaat u nog jaren duren, de procedure, hè? Heel agressief, meneer. Heel agressief. En hij heeft geen manieren. Echt waar. Dat is al maanden dat hem zat naar huis komt. Dat, en dan is hij heel agressief soms. Heel agressief. Dat is niet waar, meneer de voorzitter. Dat is wel waar. Absoluut niet. Maar dat is godverdekken. Hela! Zeg ik. En nu gaat alle twee gaan. Oh. Dat je alle twee gaan gaan zitten, zeg ik. Alle twee gaan. Pas op voor een vos. Ah. Altijd hetzelfde met een been. Hoi, hangt er nog om. Die lachen ze, ik heb tenminste nog een flash. Oh. Goed, ik lees hier dan. We gaan hem er zeggen, hè? Oh, wat? Flosje. Ah. Ik los het wel op, mevrouw Van Pruimendonk. Merci, meneer de voorzitter. Gerne gedaan. Dus ik lees hier, mevrouw Van Pruimendonk heeft meneer Van Uilenbroek, Van Achterbroek. Van Achterbroek geslagen omdat meneer niet kon verdragen dat ze beestjes heeft. Ja. Heeft mevrouw beestjes? Is mevrouw niet proper? Ja, dat heb ik zo niet gezegd, hoor. Hé, ga het zwaren of je kunt me allemaal krijgen, hè? Wat is dat met jou? Agressieve zot.
Luister, oei, ik laat er om de kant. Luister, meneer de voorzitter, ik heb geen beestjes. Ik hou van beestjes. Oh. En dat kan Emmekes dan niet verdragen. En ik moet zeggen, ik ben een hele grote en een dikke dierenvriend. Dat is toch geen misdaad, hè, meneer de voorzitter? Ja, dat denkt er wel een beetje vanaf hoeveel dieren u houdt, natuurlijk, hè. Ik heb niet veel diertjes. Ik heb een hondje, ik heb een poes, ik heb twee kleine schildpaddetjes, ik heb drie witte muizenkjes, ik heb een kanariepietje, ik heb een papegaai, ik heb een kava. Een kava? Een kavia bedoelt u? Ja, dat doe ik, ja. En een goudvis en een aap. Een aap. Een aap. Dat is wel een beetje vreemd, hè, mevrouw. Wie heeft er nu een aap in huis? Rustig. Ik heb een aap in huis. Allee? Ja. En waarom? En dat, voor de gezelligheid. De gezelligheid? Ja, en dat is een hele lieve, onze Choco. Choco? Noem jij Choco? Is er een Choco? Ja. Oh, zie ja. Allee? Twee gorilla's in de mist. Ja, dat is een hele lieve meneer de voorzitter. Ik zeg het, ik heb daar heel veel vriendschap van. Vriendschap? En die spreekt tenminste niet tegen, like daar zeg, Mustafa. Het is de eerste keer dat ik dat tegenkom. Je moet even een telefoontje doen, klein secondje. Ja, ik ben bij de kantoor van Jean. Ah, het is Jean-Pierre zelf. Jean-Pierre, nu moet dat wel weten. Ik zit hier met een koppel en die hebben een aap in huis. Je moet pas op. De aap komt nu pas uit de mouw. Het is de chimpansee en hij uit Choco. Hé, onbeschofte aap dat je hier zit. Zeg jij niet beschot? Met wat zit jij bezig? Jij zegt gewoon ons oorzaven bloot ontleggen tegen een van uw collega's. Achterlijke zot. Hé, ja. Weet jij tegen wie dat je aan het praten zit? Ja, dat weet ik. Tegen een aangekleerde pinguïn. Oh, hier is hij. Wat is dat nou? Oh, die witte bavette heeft op mijn hand geklopt. Dat heeft even met de fikken van mijn vrouw. Oh, rustig, hè. Wat denkt u wel van? Rustig, hè. Ai. Wat is het zoeteke? Het is nu zeer gedaan. Maar allee, het is al helemaal gezwollen. Ja. Zij, het is toch iets dat zwelt, hè? Kom, schatje, ik kom er compressies op leggen. Want die onnozele pipo, dat ik het zo lelijk moet zeggen, die is nog in staat om een goed doorzamen uit te eten.